Want je moet gewoon nu bier gaan drinken en dat soort dingen. Dank u. Wat een compliment. Ja, nou ja, maar ik moet zeggen, je haalde me de woorden uit de mond, Stefan Hetmans. Want ik hoorde inderdaad een popsong, je eerste gedicht. Het was een popsong, een doorleefd poplied. Johnny Cash, inderdaad. Was dat ook voor jou een inspiratiebron? Je bent de winnaar van de NK Poetry Slam. Je bent een Belg, daar gaan we het later nog over hebben. Maar dat. Later over hebben. Ja, ik luister enorm veel naar Johnny Cash. Teksten schreef, luister ik veel naar hem. Ring of Fire, ik heb ook wat docu's geschreven. Ja, ik vind het echt een gigantisch compliment. Is het zo kort? Ja, maar het is niet dat ik zijn teksten heb geanalyseerd. Maar gewoon, ik vind zijn muziek fantastisch. Dat gaat door naar je mee. Nou was dat dus al heel erg goed. En ik vind het heel erg leuk dat dat dan blijkt te kloppen. Je kent elkaar niet, hè? Nee. Is dat... Al een beetje niet. Maar... bij de battle aan het eind, die was inderdaad een van de meest indrukwekkende die ik ooit meegemaakt heb, denk ik. Omdat hij heel poëtisch was. En toen hoorde ik bij Shakespeare, bij jou. Ja? Oh, en welke tekst dan? Nou, ik moet zeggen, een van de vele monologen waarbij de mensen ontzettend aan het verwijten zijn. Want ik moet wel zeggen, ik heb nog nooit Shakespeare gedeclameerd. Maar wel heb ik in mijn opleiding drama heel veel teksten. Want jij hebt een dramaopleiding gehad? En debiteren, ja. Ik denk dat dat wel komt doordat ik veel structuur van teksten in mijn hoofd heb. Ja. Want volgens mij pak je wel een partijtje Hamlet erbij, zeg maar. Hoorde jij dat ook, Stefan? Als ik hem beide bezig zag, wat ik daarnet ook gezegd heb, dan zie je hoe iemand in Nederland denkt en argumenten structureert. En dat is altijd heel raak en heel juist en gewonden dat ook aan Nederlands schrijft. Maar dan hoor ik een Vlaming denken, dat komt echt heel diep. Wat is dat? En dan denk je, maar ik wil niet dat ze mij erin verleidt, want ik ben ook Vlaming. Dus je hebt mij voelen tegenstellen. Maar ik weet, dat is wat ik voel. Ja. En dat is uiteindelijk blijkbaar, wat het ook in onze wereld met alle problemen die we hebben en zo wat het wint, dat je weer gevoelens durft te tonen. Ja. En dat je dat niet op een flauwe manier doet, hè? Niet sentimenteel. Dan zeg je, dit is wat ik voel. En dat heb jij geweldig gedaan. Op een bepaald moment vond ik het echt die cultuur tussen Vlaanderen en Nederland. Toen jij haar hand vasthoudt en zij het te lang vond. Ze had dus iets van, let's not get pathetic. Ja. En jij had zoiets van, ik wil erin doorgaan, want ik wil weten wie je bent. Ja. En dat is eigenlijk een andere feel in het leven. En uiteindelijk denk je dan, we zijn toch een schone taal. Ja, nee, maar het, wat je zei over dat gevoel wat opeens inkomt. Wij Nederlanders, we praten nu even over wij Nederlanders, terwijl wij natuurlijk eigenlijk niet bestaan. We zijn even Nederlands als jullie. Maar inderdaad, we hebben soms meer neiging om wat in de humor te blijven zitten. Terwijl jij wel humor had, maar op een gegeven moment ook gewoon echt... Die voor ging. Ik kan dat wel ook nog parallel trekken naar de Walen dan. Daar zitten nog veel meer dichter op de huid, op het hart. Mm-hmm. Ik denk dat we daar ook heel veel invloed van hebben in onze cultuur. Ja. Ik zeg altijd, we zijn het enige Germaans sprekende volk met Latijns hart. Ja, dat klopt. Dat voel je, dat is echt je emotie. Ja, man. Verklaart ook wat theater doet in Europa, New York. Kwetsbaarheid. Je kwetsbaarheid tonen en daarover, over dat hobbeltje van je kwetsbaarheid gaan en zeggen, ik heb je nu getoond, hoe kwetsbaar ik ben, maar kijk uit. Dat vind ik heel goed. Ja. Hey, je bent nu een slam gewonnen. Je hebt een drama opleiding. Ben je actrice officieel eigenlijk? Of schrijver. Roman. Roman. Nou wordt er heel veel. Heb je een boek geschreven? Ik heb al twee romans uit. Heb je al uit? Bij en uitgeverij Polis. Oké, sorry, daar ben ik nog niet helemaal daar was ik niet helemaal het hoogste, maar onze collega's vast wel, dus daar gaan we iets aan doen. Poetry Slam, wordt soms een beetje wantrouwig over gedaan, want applausmeters, daar moet het toch niet om gaan in de poëzie, in de kunst. Praat hier nu even met twee generaties. Toch een beetje. Waar ligt jouw hart?
Voor mijzelf, voor mijn eigen werk, vind ik het altijd interessant om het naar het publiek toe te brengen. Omdat ja, ik voel dat ik dat nodig heb, dat contact met de lezer, voor poëzie dan. Maar ik denk dat de beste poëzie wel gelezen moet worden. Alleen zijn er heel veel mensen die niet tot het lezen komen en die via Poetry Slam dan wel de weg naar poëzie vinden. Mm-hmm. Ja, ik ben voor zijde gewonnen. Ja. Betekent dat jij zoiets hebt van... Ik schrijf mijn teksten wel naar het publiek te brengen en ik wil dat ook doen, het is ook opwindend. Ja. Maar dat je eigenlijk vindt dat mensen jouw teksten moeten lezen in stilte. Uiteindelijk? Ja, maar dat zouden andere teksten moeten zijn. Dus zijn niet deze teksten? Nee, ik denk dat deze heb ik specifiek geschreven om te brengen. Ja. En ik wil nog werken aan poëzie waar mensen inderdaad nog eens 3 keer over moeten lezen. Die nog. Dat is waarschijnlijk een verschil tussen jou en mijn generatie. Ja. Ik schrijf mijn gedichten altijd eerst in die eenzaamheid. En dan heb ik zoiets van, oké, nu moet ze over het voetlicht. Mm-hmm. En ik heb daar eigenlijk niet aan gedacht dat ze voor een volle zaal moeten werken. En als het wel werkt, denk ik het fantastisch. Ja. Dan gaat het steeds beter naarmate ik 20 jaar word. Ja. Maar dat is een andere ingesteldheid. Je hebt de teksten geschreven voor de scène, dus je bent eigenlijk ook iemand die voor het theater zou kunnen schrijven, makkelijk. Ja, ik heb het al gedaan. Ja. Okay. Ja. Ja. Allee, ik ben er mee bezig. En, maar ik vind dat wel belangrijk dat ik een van de teksten zei, ik wil je aanraken. Ja, dat is wat ik wil doen, dus dat is waarom ik wil bij mensen in de huid binnendringen. Mm-hmm. En die dat lichtjes. Iedereen. Ja, dat ja, inderdaad. Kijk, neem mijn leest, het is voor jou. Ja. Nou. Hé, hey, laten we hier hem even bij laten. We gaan nu een glaasje drinken, denk ik, op de overwinning. Nogmaals gefeliciteerd. Dank je. Is het niet sentimenteel geworden? Nee, volgens mij niet. Wow. Daar zijn we toch niet? Hé, hey, dank jullie wel.